De gemeente wees de kop van Java eerder aan als een goede plek voor een fietsbrug naar Noord. De adviescommissie noemt het Azartplein, ongeveer een kilometer oostelijker, echter een betere plek. Zowel een brug als een tunnel zijn daar een optie. Zo bouw je een eenvoudige, heldere, robuuste structuur voor langzame stromen in de toekomst. Op het Azartplein zijn de reacties vandaag verdeeld. Vanaf hier fiets je echt oost in. Dus dat lijkt me wel heel handig dat hij hier komt en niet op de kop van Java. Ik kan niet zeggen dat ik daar echt ongelukkig over ben. Want ik woon zelf op de kop van het Java-eiland. En waar die brug dus eerst gepland was. Wij woonden op de tweede verdieping. Dus we zouden een fietsbrug voor onze neus krijgen. Dus ja, ik ben wel opgelucht. Maar het is natuurlijk voor de bewoners hier een ander verhaal. Het is een prachtig open stuk nog van het ei. En ik moet er niet aan denken dat er weer een of ander modernistisch bruggeval, want je moet een enorme aanloop maken, ook naar boven met een draai en dan over het ei. En nou ja, het hele uitzicht is dan verpest op de bomen die we daar nog hebben. Maar of er daadwerkelijk een brug gaat komen, is nog de vraag. Voorzitter van de adviescommissie De Hoge wil daar nog niks definitiefs over zeggen. Dat gebeurt volgend jaar wel. De optie die u met de commissie nu voorstelt, betekent een aanzienlijk langere verbinding dan die tussen het Java-eiland en Noord. Dat betekent natuurlijk ook ontzettend veel meer kosten. Heeft u daarover nagedacht? Het leidt geen twijfel dat als je op zo'n langere afstand gaat, dat het duurder wordt. En dat je allerlei andere dingen moet kunnen mogelijk maken, waardoor die afstand opgebroken wordt. Maar wij hebben wel bij de topeisen gesteld dat je, als je langere oversteken hebt, dat je daar moet een stepping stone of een onderbreking in kunnen maken. Maar dit is echt voor de volgende fase.